Hallo allemaal, mijn naam is Rani en welkom bij Educate Yourself. Vandaag ga ik iets meer vertellen over productingrediënten die je kan gebruiken en vermijden tijdens een zwangerschap. Waarom vond je dat zo'n belangrijke video om te maken? Wel, tijdens je zwangerschap dan verandert er natuurlijk heel veel. Je huid verandert, je haar verandert, op hormonaal vlak gebeuren er van allemaal dingen. Dus het is dan ook wel belangrijk dat je ook je productingrediënten gaat aanpassen naar die veranderende periode in je leven. Ik ga vandaag met een aantal productingrediënten opsommen die je zeer veilig kan gebruiken en ook een aantal die je het beste kan vermijden. Salicylzuur bijvoorbeeld klinkt een beetje scary, maar is het niet. Kan je veilig blijven gebruiken. Zeker in de kleine hoeveelheden dat het heeft in verzorgingsproducten, kan je die probleemloos gaan verder zetten. Ook bijvoorbeeld zonnebrandproducten. Alles van zonnebrand kan zeker geen kwaad voor jou en je baby. Blijf het dus zeker alsjeblieft goed gebruiken, want je bent tijdens je zwangerschap ook gevoeliger aan pigmentstoornissen. Dus zeker als je dan niet gaat smeren en onder de zonnebank gaat liggen of gaat liggen bakken en braden, dan kan je wel eens van die lelijke pigmentvlekken gaan krijgen, het zogenaamde zwangerschapsmasker. En daar kom je met de beste wil van de wereld nooit meer vanaf. Het oplichtende ingrediënt arbutine, dat kan je het beste vermijden. In plaats daarvan kan je producten gebruiken die meer dan 5% niacinamide bevatten of die vitamine C hebben. Azelinezuur, weer een zuur, weer scary is het niet, kan je ook perfect blijven gebruiken tijdens je zwangerschap. Het is zelfs bewezen dat het ingrediënt tegen huidverkleuringen kan werken en ook gunstig is bij puistjes of bij rosacee-gevoelige huidjes. Als jij nu afvraagt, Rani, wat ben je nu weer allemaal aan het vertellen, aan het bazelen over puistjes, over rosacee, wat is dat nu allemaal? Bekijk dan zeker eens de playlist Skin Sessions op YouTube, op het kanaal van Zumbaby, waar ik je alles vertel over huidaandoeningen. En anti-aging producten met vitamine C, niacinamide, hyaluronzuur en peptide, die worden over het algemeen als veilig beschouwd. Dus die kan je echt zonder problemen blijven gebruiken. Zo vermijd je het beste vitamine A tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Dus overweeg om toch te switchen naar een ander product die deze vitamine niet heeft. Vermijd ook zaken zoals fruitzuur, bierdingen, want zoals ik al zei, is je huid extra gevoelig voor pigmentverschuivingen tijdens de zwangerschap. Fruitzuurpeelingen hebben al de eigenschap om die huid pigmentgevoelig te maken, of je zwanger bent of niet. Dus stel je dan eens voor dat je daar nog zwanger bij bent, dan wordt dat effect verdriedubbeld. Dus blijf er het beste van weg, tot ook na je borstvoeding. Ook niet zo'n top idee zijn bepaalde etherische oliën. Bepaalde aromatische oliën die zijn namelijk heel krachtig. Die worden opgenomen in het bloed en die kunnen wel richting de baby gaan. Alle essentiële oliën die ketonen bevatten, die kunnen neurotoxisch zijn en die kunnen zelfs leiden tot een miskraam. Oliën zoals cipres, eucalyptus, pepermunt, die mogen niet gebruikt worden tijdens een volledige zwangerschap en borstvoedingsperiode. Andere oliën die kan je wel gebruiken vanaf de vierde maand, dus het eerste trimester, vermijd je ook nog het beste citroen, echte lavendel en tea tree olie. Volgende week ga ik je een kleine tutorial geven over babymassage. Dus ga ik je leren hoe je het buikje van je baby kan masseren. Tot dan!